Hoewel oorspronkelijk het plan was om een deel van de vaarroute open te houden tijdens de werkzaamheden door gebruik te maken van een bouwkuip, bleek dat in dit stuk van het kanaal te onveilig. Daarom besloot Rijkswaterstaat eerder dit jaar tot de complete afsluiting en drooglegging van de waterweg. We zijn al geruime tijd bezig met verruimen van het kanaal. Maar dit laatste stuk levert toch wel wat hoofdpijn op. En daarom hebben we ook besloten om het kanaal in den droge, dus volledig droog, te verruimen. Dus zodat we kunnen zien wat we gaan doen. Als het kanaal maandag in de vroege ochtend wordt afgesloten voor scheepverkeer, wordt gestart met het aanbrengen van een grote dam ter hoogte van Berg. Op dit moment leggen we een bodem van klei. Zoals u ziet wordt die nu aangebracht. Daarop komen breukstenen dam. En dan komt er ook een speciale mat die het water gaat tegenhouden. En dan hebben we hier een tijdelijke dam liggen. En bij Borren, sluis Borren, zetten we de deuren open, zodat het water gelijkmatig kan dalen. Ja, als je hier nu achter me kijkt, dan kun je goed zien hoe Rijkswaterstaat en de aannemer zelf dat kanaal ook nog gebruiken in de laatste dagen dat het nog kan. Er worden stenen aangevoerd die straks op de bodem van het kanaal komen te liggen. Zand hier met de boot. Die materialen die moeten natuurlijk klaar liggen als het kanaal straks gestremd wordt en het water eruit gaat. En over een week of vier dan zal dat het geval zijn. En dan gaat Rijkswaterstaat hier een weg aanleggen die voor bouwverkeer gebruikt kan worden. En waardoor ze dus alsnog alle materialen precies op de juiste plek in kunnen zetten. De grootste uitdaging ligt natuurlijk in het watervrijmaken van het kanaal, maar ook in het regelen van de scheepvaart. Uiteindelijk zal de scheepvaart de meeste last hebben, omdat ze moeten omvaren. En we hebben de omvaarroutes goed in beeld gebracht en heel veel overleg gevoerd met scheepvaart. En ja, het blijft natuurlijk heel vervelend, maar uiteindelijk is het wel het grote doel dat we een grotere klasse scheepvaart kunnen toelaten op het kanaal. Intussen blijken de kosten veel hoger te liggen dan geraamd. Deze week bleek dat er 179 miljoen euro extra nodig is. Waarmee de totale kosten voor de Maasroute nu al op bijna 1 miljard euro uitkomen. En dit stuk, kijk, nu we de gelegenheid hebben dat het hele kanaal droog is, neem je ook ander werk mee. Dan kijk je ook naar de bodem, kijk je naar de oevers, je kijkt naar de veiligheid. En we hebben ook een soort marge genomen, maar het is wel een bedrag waar je u tegen zegt.